Hoe lang moeten we werken en zullen we, als het zover is, nog wel toekomen met ons pensioen? Het zijn vragen waar 3/4 van de Vlamingen zich zorgen over maken, zo bleek uit onze VRT-bevraging. De regering Michel trok de wettelijke pensioenleeftijd op en maakte het vervroegd pensioen strenger. Maar een grondige hervorming of een visie op de lange termijn, die werf ligt nog helemaal open. Een overzicht door Thomas de Graven. Al meer dan 27 uur nu zitten vertegenwoordigers van de 4 partijen die de volgende federale regering willen vormen samen. Mevrouw De Blok, zo lang onderhandelen, is dat goed voor de gezondheid? Ik denk het niet. Nieuws heet van de naald. Een minuut binnen. Er is een akkoord voor een nieuwe federale regering. Een eerste ingrijpende beslissing van de regering. We gaan met z'n allen werken tot 67. Dat is niet plezant, maar dat is onvermijdelijk. En dat weten we allemaal. Dat stond nogthans in geen enkel verkiezingsprogramma. Wat dus kiezersbedrog is. Toch gaat de wettelijke pensioenleeftijd omhoog van 65 jaar nu naar 66 in 2025 en 67 in 2030. Dat zijn mensen juist goed voor in een kist te krapen. Ai. Ik denk dat iedereen zijn steentje zal moeten bijdragen. Een andere uitweg is het zogenaamde brugpensioen. Ook dat verstrekt. De regering wil nu plicht om te solliciteren tot 65. SWT is de nieuwe naam. Als je een goede hervorming wil doen, moet je ze echt inbedden in geduldig sociaal overleg. En ik ga er natuurlijk vanuit dat een verstandige regering dat ook zo aanpakt. In het centrum van Brussel hebben ruim 40.000 tot 70.000 betogers tegen de pensioenhervorming. Mikpunt van hun protest, de pensioenmaatregelen van de regering. We willen ook niet geconfronteerd worden met zaken die zomaar opgelegd kunnen worden en waar men dan van zegt, ja, jullie moeten dit zomaar slikken. Normaal ging op 1 augustus op pensioen, nu kan ik 2 jaar langer komen met normaal plezier. De bottom line is dat we die mensen werkbaar werk moeten geven. Eigenlijk verlengt men de autostrade en men sluit ook alle uitritten af. Zullen 50-plussers die langer dan een jaar werkloos zijn vanaf 2019 nu minder pensioen krijgen of niet? Ja, maar blink, het is klare onzin. Daarover ontstond de afgelopen weken veel onduidelijkheid. Ze hebben effectivement een pensioen moins élevée que s'ils avaient continué à travailler effectivement, ça c'est clair. Premier Michel verzekert nu dat er voor die mensen niks verandert voorlopig. Bij Carrefour hebben vakbonden en directie een akkoord over de herstructurering. Opvallend, brugpensioen kan al vanaf 56 jaar. N-VA en Open VLD willen dat Peters een negatief advies geeft. Stop met SWT. Ook al is de maatregel volgens de letter van de wet mogelijk. Je kunt die mensen niet motiveren en je kunt werkgevers niet motiveren om die mensen nog aan te nemen als ze niet gemotiveerd zijn. Tromgeroffeld ter ondersteuning van de trouwe kern die het slechte weer trotseert. Ze vragen ook een goede regeling rond zware beroepen en meer maatregelen om langer werken draaglijk te houden. Ik hoop dat kan blijven volhouden. De sociale partners, vakbonden en werkgevers zijn het niet eens geraakt. Ze moesten bepalen wie een zwaar beroep heeft en daarom in de toekomst vroeger met pensioen zal kunnen gaan dan andere mensen. Wij vreesden voor een discriminerend systeem dat uiteindelijk toch nog te ruim zou zijn. Er is op zijn minst de waarheid geweld aan doen. 3/4 van de Vlamingen wil dat de pensioenleeftijd opnieuw naar 65 jaar daalt. Het is voor ons belangrijk om die pensioenleeftijd terug te brengen. En die 65 jaar is een fixatie voor mensen die het niet gaan halen. Maar is het een breekpunt? Het is belangrijk. Als ik het programma lees van N-VA, daar maak ik mij zeer grote zorgen over, want daar staat er nu letterlijk in dat de pensioenleeftijd opnieuw zal verhoogd worden. Ik zal het voorlezen. Het staat letterlijk in. Wordt voorgelezen. Cruciaal is dat de wettelijke pensioenleeftijd die levensverwachting volgt. Alleen als het waar is dat een kind dat vandaag geboren wordt gemiddeld 100 jaar zal worden, zal men misschien in de loop van de eeuw die leeftijd nog moeten aanpassen. Goedenavond, heren. Ik zit hier eigenlijk aan tafel met 2 gewezen ministers van pensioenen. Betekent dat u eigenlijk allebei meeverantwoordelijk bent voor dit sombere overzicht? Meneer De Croo. Wel, laat misschien toch eens een verschil maken over de voorbije periode en wat de 2 laatste liberale ministers van pensioenen gedaan hebben. We hebben tussen 1988 en 2011 enkel socialistische ministers van pensioenen gehad. Tijdens die periode is de meerkost van de vergrijzing jaar na jaar gestegen. Ook tijdens de periode waar u minister was, Bruno, tussen 2004 en 2007, is die kost gestegen. Mensen waren toen nog zeker van hun pensioen. Ja. Nu is die meerkost van vergrijzing die is gedaald door
op een gezonde manier ervoor te zorgen dat carrières langer worden, dat er meer bijdragen zijn aan pensioenen. De laatste legislatuur is die meerkost met 40% gedaald. Maar experten zijn het er nu over eens, meneer De Croo, dat dit eigenlijk een gemiste kans is. Deze regering had een grondige hervorming kunnen aanpakken. Akkoord? Maar uiteindelijk, wat is de belangrijkste maatregel die deze regering genomen heeft ten opzichte van betaalbaarheid van pensioenen op termijn, is de creatie van 250.000 nieuwe jobs. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de beste maatregel die men kon nemen, want uiteindelijk, pensioenen die worden betaald door mensen die vandaag aan de slag zijn. Als er meer mensen aan de slag zijn, ja, dan verzeker je beter de pensioenen die betaald worden voor mensen die vroeger gewerkt hebben. Meneer Stobak, ik zag u een grimas maken. Meerdere, om te beginnen over die 200.000 nieuwe jobs. Ik heb 110 pagina's slides van professor Peersman die zegt dat dat helemaal niks te maken heeft met de maatregelen van de regering. De Nationale Bank zegt dat. Dat er dus met andere woorden uw resultaat nul is. Ja, en u kan beweren wat u wil, maar goed, er is heel veel discussie. Nee, de Nationale Bank dus niet om te verwijderen. Maar twee, u zegt een gemiste kans. Ik ben het daar absoluut mee eens, omdat als je het... Het was collega De Croo trouwens zelf die ooit het rapport heeft laten maken van die fameuze commissie van den Broeke, die een waslijst aan voorstellen had om inderdaad een strategisch, lange termijn verstandig beleid te voeren. Ik was niet met al de maatregelen eens, maar er zat wel een visie achter. Wat deze regering gedaan heeft, is in de eerste week van haar bestaan inderdaad totaal onaangekondigd zeggen van u zal nu werken tot 67. Al de andere maatregelen die in die pensioencommissie dat rapport stonden, die liggen nog altijd open. De pensioenbonus die mensen beloont die langer aan het werken blijven, die met andere woorden een positieve stimulans is om aan het werk te blijven, die is verdwenen. Laat u me toch even die zin afmaken. De alternatieve financiering, het rapport van de pensioencommissie pleitte heel duidelijk voor een bijdrage uit vermogens. Daar is helemaal niks van gekomen. Integendeel, het serene sociaal overleg waar collega Van den Broeke over praatte, daar heb ik helemaal niks van. Even naartoe, denk ik, tenzij u het gemist heeft. Ja, daar wil ik toch even naartoe, naar ook uw voorgangers. Ik noemde u beiden verantwoordelijk. We weten nog heel goed, onder minister Van de Lanotte, u heeft Van den Broeke al genoemd. Er was daar bijvoorbeeld het Zilverfonds voor de vergrijzing. Sorry, ik moet het toch nog eens laten vallen. Daar bleken uiteindelijk geen reële middelen in te zitten. Een volledige mislukking. Mag ik u, om te beginnen stel ik voor dat we niet teruggaan naar de prehistorie. Ik ga de discussie over het gaat over de gedeelde verantwoordelijkheid. Ja, maar ik denk er is één gedeelde verantwoordelijkheid waar ik, en ik wil dat nu heel klaar en duidelijk op tafel leggen, er is één ding waar we echt eens moeten mee stoppen. De gedeelde verantwoordelijkheid om de hele tijd mensen ongerust te maken. Ja, we gaan... Gebeurt dat op dit moment? Ja, en ik zal u uitleggen waarom als u me 2 seconden de kans geeft. We gaan inderdaad naar een samenleving waar tussen nu en 2040 gemiddeld meer oudere mensen in zullen deel van uitmaken. Dat betekent dat we tussen nu en 2040, daarna daalt het ook alweer, gemiddeld iets meer van onze nationale welvaart zullen besteden aan die oudere mensen. Mm. En ik zeg iets meer, want het gaat over enkele procenten. In al de berekeningen die we vandaag hebben, gaan we maximaal ongeveer 13-14% van ons BNP besteden aan pensioenen tegen 2040. Mm. Een land zoals Oostenrijk besteedt vandaag aan die pensioenen al 15%. Dus laat ons nu alsjeblieft, de vergrijzing is inderdaad een uitdaging, maar de mythe dat ze onbetaalbaar is en dat je er tot je 70ste of je 80ste of je 100ste, als van meneer De Wever afhangt, moet voor werken. Ja. Die is er één die nu wel eens mag stoppen. Maar de discussie gaat over hoe we het gaan financieren. Ik ga naar meneer De Croo en daar wil ik toch even op ingaan. Mm-hmm. Want is het uiteindelijk niet zo dat het een universeel gegeven is dat politici wel goed weten wat er moet gebeuren, maar dat het iets is dat je niet kan uitspreken, zeker niet in campagnetijden. Well, u quote daar iets wat Bruno Tobak ooit gezegd heeft. Hè. Hij had ooit gezegd, als ik de maatregelen neem die ik zou moeten nemen in pensioenen, raak ik nooit. Mag ik u vragen om het tenminste nog correct te citeren, collega De Croo? Dat ging absoluut niet over pensioenen. Nee, dat ging over het klimaat. Op dat gebied heeft u ook weinig gedaan. Misschien moet je mapjes terug open door de informatie. Maar op dat gebied heeft u ook zeer weinig gedaan. Laten we het over pensioenen hebben. Het was toch een enorm emotioneel debat meteen, meneer De Croo. Even wat we gedaan hebben in pensioen. Ik wil dat toch wel voor een stuk verdedigen. Hè. We hebben de minimumloopbaan, die stond vroeger op 35 jaar. Die is opgetrokken naar 40 jaar. Die hebben we verder opgetrokken naar 42 jaar. Mm-hmm. We hebben allerlei systemen die mensen op veel te jonge leeftijd helemaal opzij schoven. Daar hebben we voor gezorgd dat die systemen niet meer zo attractief zijn. Ik denk dat dat allemaal juiste zaken zijn. Waar ik het eigenlijk eens ben met meneer Tobak, ik denk dat we elkaar daar kunnen vinden, is men moet stoppen met de mensen de stuipen op het lijf te jagen. In uw filmpje hoor ik iemand zeggen we gaan allemaal moeten werken tot 67. Wat een klinklaar onzin. Ja, dat is absoluut niet het geval. Ik heb heel veel gestudeerd voor dit dossier, zowat
alle experten zeggen, er zal op termijn langer moeten gewerkt worden, toch? Maar dat is iets anders dan 67. Vandaag, daar zijn we het inderdaad over eens. Ja, maar dat heeft u wel bijzonder slecht aangebracht dan. Is de gemiddelde leeftijd waarop men stopt met werken is 61 jaar. Mm-hmm. Dat is de gemiddelde leeftijd. En weet u, iemand die begint met werken op de leeftijd van 18 jaar, die kan nog altijd stoppen op de leeftijd van 61, na een carrière van 43 jaar. Maar waar zou de onrechtvaardigheid zitten? U neemt iemand die begint met werken na de leeftijd van 25 jaar. Bijvoorbeeld na 2 universitaire diploma's. Die zou in het vroegere systeem kunnen stoppen op de leeftijd van 65, dus na een loopbaan van 40 jaar, waar iemand die veel minder lang heeft mogen studeren, zou 43 jaar moeten gewerkt hebben. Dat je dat oplost, dat was de reden waarom men het op 67 geplaatst heeft. Er is minder dan 10% van de mensen die tot de leeftijd van het wettelijk pensioen werken. Dus we moeten de mensen geen schrik aanjagen daarover. Niet aan elkaar, meneer Stobak. Met alle respect, meneer De Croo, maar dan heeft u wel de verkeerde beslissing genomen. Hè? Want dan heeft u, en tot daar ben ik het met u eens, eigenlijk zou inderdaad iedereen even lang moeten werken. Maar daarom niet tot even oud. En nog eens, de enige beslissing die deze regering echt genomen heeft, is die optrekking tot 67. En ik hoor meneer Van Quickenborne vandaag zeggen, dan vergissen ongeveer 10 miljoen Belgen zich. Want iedereen die vandaag buiten komt en zich zorgen maakt over zijn pensioen, tot in de schooldebatten toe, gaat uit van die 67. Terwijl dat inderdaad... Maar als ik dan uw collega Van Quickenborne hoor vertellen, maar dat is niet waar, het is tussen 65 en 67. Wel, voor iemand die op 18 is beginnen werken, betekent ook 65, nog altijd een loopbaan van 47. Laat u maar. Dan moet u met uw partijgenoot van Quickenborne uitvechten. Misschien heeft u het hem verkeerd uitgelegd, maar laat ons nu eens iets heel simpel doen. Ik ben akkoord dat er moet langer gewerkt worden. We zijn daar als SPA ook heel duidelijk in. Ik heb daar trouwens in het generatiepact meer dan mijn nek over uitgestoken en meer dan genoeg ruzie met de vakbonden ook over gemaakt, ook met de mijne. Maar maak dat nu eens helder en duidelijk en vooral ook fair. Maak dat iedereen even lang moet bijdragen. Wat ons betreft is dat 42 jaar. En als we het planbureau mogen geloven aan wie we het hebben voorgelegd, is dat ook een realistische berekening. Dat betekent dat als je op 18 jaar begint te werken, dat je 42 jaar lang bijdraagt. Als je op je 25ste begint, dan ga je ook 42 jaar lang bijdragen. En hoe oud je bent, maakt dan eigenlijk op zich niks uit. En als u dat had gewild, dan had u dat kunnen doen. Maar al wat u gedaan heeft, is die 67. Eerst en vooral, dit is de wet vandaag. De wet vandaag zegt minimumloopbaan van 42 jaar. Al de rest dat u vertelt, dat zijn zaken die u een beetje aan het fantaseren. Maar met een pensioenleeftijd is toch opgetrokken tot 67. Dat kan u toch niet ontkennen? Tenzij u na een carrière van 42 jaar voldoet aan de voorwaarden om vervroegd pensioen te nemen, wat 90% van de mensen in ons land ook doen. Nu, u verwijst naar het planbureau. Het planbureau zegt wat de SPA voorstelt, namelijk het verkorten van de carrières. Hè? Want vandaag is een volledige loopbaan 45 jaar. In uw voorstel zegt u volledige loopbaan vandaag is 40. Hè? U zegt een volledige loopbaan wordt 42 jaar. Het planbureau daarvan zegt dat is berekend en haalbaar tot 2024. Want dat is de horizon van het planbureau. Nu, als dat is de lange termijnplanning die u maakt, dat is een beetje zoals Michel Dardenne. Die zei ook, de pensioenen die zijn betaalbaar tot 2015. Ja, als dat de zekerheid is die de socialisten willen bieden, dan is het natuurlijk een beetje mager. Meneer Stobak, daar zijn toch vragen bij, niet alleen van het planbureau. Mm-hmm. Ook pensioenexperten zeggen, als je zegt en 1500 euro pensioen en werken tot 65, die twee dingen, dat is eigenlijk niet haalbaar. Wij zeggen heel duidelijk, en onze berekening gaat uit van een loopbaan van 42 jaar. Het gemiddelde vandaag voor het recht op een minimumpensioen. Het gemiddelde loopbaan vandaag ligt nog altijd ongeveer op 40. Dus met andere woorden, ook wij gaan uit van een verlenging van de loopbaan, maar wel van een verlenging van de loopbaan die voor iedereen eerlijk is, want voor iedereen even lang. En die dus niet zorgt dat de ene 47 of 48 jaar moet werken en de andere er na 40 jaar vanaf is. En dan vaak nog degene die het langst gestudeerd hebben en de meest comfortabele job hebben, het snelst mogen stoppen. Wat eigenlijk vandaag het geval is. Wat de berekeningen betreft, meneer De Croo, ik moet u zeggen, we hebben die klaar en duidelijk voorgelegd. Mm-hmm. En kan u één cijfer geven dat misschien ook wel belangrijk is in deze discussie, ook over de financiering. De volledige vergrijzingskost van de pensioenen plus ons voorstel in de volgende legislatuur is een goede 4 miljard euro. Dat is
minder dan wat u als gat hebt gemaakt met de taxshift die deze regering heeft doorgevoerd. Dus met andere woorden, u heeft een put gemaakt die voor de volgende regering en de volgende generaties 8 miljard is. De 4,8 die u heeft weggegooid en de 4 die we nog eens gaan moeten bijbetalen. Ik denk dat eerlijk gezegd wat betreft doorschuiven van lasten naar de volgende generaties u bijzonder weinig lessen te leren hebt aan wie dan ook. Ik heb eerlijk gezegd toch weinig lessen te krijgen van een minister die als minister van pensioenen tijdens de periode 2004-2007 nul hervorming hebt u doorgevoerd. Hè. Tijdens die periode is er op het gebied van pensioenen niets gebeurd. Meneer De Kleur, voorbij acht jaar, eindelijk, men heeft 22 jaar niets gedaan. Dan zijn de tanker beginnen keren. En dat is waar, dat neemt tijd om die tanker te keren. Meneer De Kleur, eerlijk gezegd, u heeft het enige wat u heeft beslist in deze legislatuur is iets wat blijkbaar iedereen verkeerd begrepen heeft, want dat is die 67. Al de rest is niet gebeurd. Ik kan u nog eens, en als u wil de geschiedenis maken, ik was minister van pensioenen ten tijde van het generatiepact. We hebben toen het minimumpensioen opgetrokken, we hebben de loopbanen verlengd, ze zijn sindsdien beginnen verlengen, we hebben de regels voor brugpensioen grondig verstrengd, maar we hebben daar ook altijd tegenovergesteld dat er moest zekerheid zijn over pensioenen. Die zekerheid was er, zoals u terecht zegt in het begin, die zekerheid was er op dat moment. Vandaag, na inderdaad twee legislaturen liberale ministers, en ik denk dat zelfs van de huidige liberale minister niemand in Vlaanderen weet hoe die man heet, zo goed heeft hij het komen uitleggen, is nog altijd, als ik aan de deur ga of op een markt rondloop, niemand zeker dat die volgend jaar of binnen 10 jaar, ik zeg het tot in top schooldebatten, niemand zeker dat men bereid is van daar de middelen voor te voorzien. En dat is de twijfel die u heeft gezaaid. Als u één maatregel heeft gezaaid, is iedereen bang maken. Ik laat u daarop reageren, want dat is een verwijt dat kan tellen, dat er enorm grote onzekerheid is gecreëerd, heeft natuurlijk te maken dat u kort na die regeringsvorming, zonder daar een woord over te zeggen, plots hebt beslist tot die wettelijke pensioenleeftijd. Want u zegt altijd dat er geen andere maatregelen genomen zijn. De voornaamste maatregel was het verlengen van de minimumcarrière van 40 naar 42 jaar. Dat is de essentiële maatregel geweest. Dat is degene die ervoor zorgt dat de grote massa van mensen, wat men vraagt, 2 jaar langer werd. Ik denk dat mijn vraag is onzekerheid die gecreëerd is bij de mensen. Maar de hervorming die is uitgebleven, zware beroepen waarover onduidelijkheid, totale onduidelijkheid is. Dat is toch een probleem op dit moment in de campagne. Mensen als meneer Tobak moeten misschien ook wel stoppen met die onzekerheid te gaan voeden. Een pensioen, wat is een pensioen? Een pensioen is een sociaal contract. Dat is een sociaal contract tussen de werkenden van vandaag en degenen die vroeger gewerkt hebben. Zolang er werkenden zijn, zullen pensioenen betaald worden voor degenen die vroeger gewerkt hebben. En dus, zoals ik in het begin gezegd heb, uiteindelijk welke is de echte discussie vandaag? De echte discussie vandaag, en ik vind dat fout, men discussieert altijd over pensioenen in een soort abstractie. Eigenlijk is de echte discussie een loopbaandiscussie. En ik heb u dat ook al horen zeggen, meneer Tobak. De echte discussie is, zorg je ervoor dat er voldoende mensen aan de slag zijn? Hoe zorg je ervoor dat er meer schouders zijn om die pensioenen te dragen? En ik wil daar duidelijk zijn. Er is absoluut geen enkele twijfel dat als we een goed beleid voeren, dat er voldoende schouders zullen zijn om de pensioenen te betalen voor mensen die vroeger gewerkt hebben. Laten we na alle verwijten heen en weer inderdaad vooruitblikken van hoe het dan wel kan aangepakt worden. Wat brengt inderdaad de toekomst? De komende generaties zullen langer moeten werken voor een lager wettelijk pensioen. Daarover zijn zowat alle experten het eens. Wij brachten een viergeslacht samen over vroeger en nu en later. Deborah Votken en Elias de Gruyter. Dit is Tim Boydens. Tim is 37 jaar en uitbater van een café in het Antwerpse Berchem. Tim is de zoon van de 57-jarige Paul Boydens en kleinzoon van André, nu 82. En dan zijn er nog Lou. Ik wil later architect worden. En Twan. Ik wil later interieurarchitect worden. Op een frisse zaterdagochtend brengen wij dit viergeslacht samen voor een gesprek over pensioenen. Ik was 53, maar ik heb een hele voorgeschiedenis. Ik ben vroeg bijna gaan werken. 14 jaar en half. André werkt het grootste deel van zijn leven bij de spoorwegen. Eerst was hij telegrambesteller en later stationschef. Na een carrière van 38 jaar geniet hij nu al bijna 30 jaar van zijn pensioen. Toen was het zo dat je kon weten via de geneeskunde dienst van de spoorwegen dat ze dan gingen gaan informeren hoeveel je ging. Enfin, dat je elke maand
je pensioen. Hè. En dat was, ja, dat was voldoende. Het was niet karig, kan zo zeggen. Het was meer of leefbaar. Paul Boydens is 57 en kaderlid bij Infrabel. Maar hoewel zijn vader op deze leeftijd al 4 jaar op pensioen was, denkt hij nog niet aan stoppen. Mijn grootouders, dus mijn vader en ouders, hadden geen geld om hun kinderen langer naar school. Mijn vader had dat wellicht gekund, maar ze hadden geen geld. Dus op 14 jaar moeten beginnen werken. Ja, fysisch heeft dat zijn tol geëist, waardoor hij eigenlijk om gezondheidsredenen op 53 is op pensioen moeten gaan. Ik mag stoppen op 61. Ik heb zicht op een comfortabel pensioen in alle eerlijkheid. Ja, we zijn een NV van publiek recht. Dus ik ben, zoals men noemt, een statutair personeelslid nog. Dat wil zeggen dat ik een goed pensioen heb opgebouwd, ja. Paul voert zelf een heel team aan en is zich goed bewust van de gevolgen van het optrekken van de pensioenleeftijd naar 66 jaar in 2025 en 67 in 2030. Ik weet niet of ik dat zal kunnen. Dat hangt natuurlijk in grote mate af van de gezondheid. Zelfs al zou ik deze job niet meer kunnen doen, dan zou ik toch nog iets willen doen. En binnen mijn bedrijf zijn daar ook mogelijkheden voor. Tim, de kleinzoon van André, was tot voor kort zelfstandige. Maar met het oog op een beter sociaal vangnet is hij nu zelfstandige in bijberoep en bediende in hoofdberoep. Ik ben er absoluut niet mee bezig. Als ik mijn grootvader hoor dat hij zegt dat hij op zijn 53 op pensioen is gegaan, ja, dat is binnen 16 jaar al. Dat kan ik me absoluut niet voorstellen. Zijn pensioen, dat zijn zorgen voor morgen. Ik ben nu nog aan het afbetalen voor mijn huis. Dus ja, dan gaat dat wegvallen. Dan lijkt mij, ja, al de rest is om op te souperen. Zeker als je op pensioen bent, ja, je moet niet meer echt gaan sparen voor de toekomst. Bon, dan mag het op, hè. Alleen Paul doet aan pensioen sparen. Tim heeft er nu geen budget voor. En voor André bestond er alleen nog maar het wettelijk pensioen of de eerste pijler. Paul spaart dus nu voor zijn derde pijler. Ik heb geen groepsverzekering. Dat is eigenlijk ook niet. Het bedrijf biedt dat niet aan, omdat ik ben een statutair bediende, zoals dat genoemd wordt. Dus ik heb een goed pensioen. Dus die groepsverzekering is dan ook niet nodig. Maar we hebben wel, mevrouw en ik, consequent de afgelopen 20 jaar aan pensioensparen gedaan. De oudere generaties plakken hier liever geen exact cijfer op wat ze krijgen als pensioen. Maar voor de dertiger, Tim, is dat geen taboe. Ja, dat zal zoiets rond de 70% zijn. Hè? Ik heb het wel eens een keer opgezocht. Zo. Maar ik heb geen idee. Ik denk dat het iets van een 1200 of zo was. Oh. Dat is geen vette. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, enfin, wat ik daarvan denk ook, is dat in de tijd de man ging gaan werken en de vrouw die het huis houden. En met alle consequenties van die. Ja. Eén inkomen maar. Eén inkomen, één pensioen, ja. Absoluut. Dat het pensioen voor de komende generaties een heel ander verhaal wordt, daar maken ze zich hier niet al te veel zorgen over. Ze zeggen nu 67 als richt dingen. Daar schik ik mij nu naar, omdat het nog een veel te ver van mijn bed zo is eigenlijk. Dus ik zal mij tegen dan gaat misschien 70 of 72 zijn, ik weet het niet, want dat is nog zoveel, ja, zo ver af. Ik geloof niet dat ze het minder goed zouden hebben. Als je kijkt naar wat er allemaal gekocht en verkocht en ja. Als je kijkt, bijvoorbeeld, ga je een voorbeeld geven, vorig jaar reizen, dat was niet voor ons. Dat was te duur. Nu gaan de mensen over op reis, het vliegtuig. Wat weet ik allemaal, hè? Aan de andere kant van de wereld. Ik denk niet dat de jonge mensen te beklagen zijn. Dat zou ik zeker niet zeggen. Tuurlijk. Ze gaan er ook goed voor werken, hè. Meneer Tobak, ik zag de grootvader grote ogen trekken toen de kleinzoon zijn pensioenbedrag omschreef. Ja. Dat is iets wat in meerdere generaties voorkomt, denk ik.
Wanneer die praat over 1200 euro pensioen, als die ervan uitgaat dat het na een volledige loopbaan is, dan ben ik het met hem eens, dan trek ik ook grote ogen. Mm-hmm. Omdat, om te beginnen, die berekening klopt natuurlijk niet. Je kan dat niet berekenen als je 30 bent, zo'n raming. Maar aan de andere kant, ik denk dat je inderdaad vandaag zou moeten zeker zijn van als je die 42 jaar werkt, dat je dan inderdaad een pensioen krijgt van minstens 1500 euro in termen van vandaag. Mm-hmm. Omdat dat ook een bedrag is waarmee je op een correcte manier kan een leven financieren. Het zal nog niet eenvoudig zijn op sommige plaatsen. Maar onze minima vandaag zijn eigenlijk te laag. En hij heeft gelijk dat hij grote ogen trekt. Vooral ook om nog een andere reden. Want tegen dat die dertiger met pensioen gaat, zijn we eigenlijk al 2050. En dus eigenlijk ook al over de grote golf van de vergrijzing over. Want goed, de babyboomers hebben veel gerealiseerd, maar het eeuwige leven hebben ze niet uitgevonden. Dus met andere woorden, die vergrijzingspiek neemt op een zeker moment ook af. Er is dus geen enkele reden waarom we die man moeten in een soort van zorgen. Het zal tot 67 zijn en het zal nog langer zijn. Want er is één ding wat iedereen altijd vergeet, ook als hij 30 is. We worden wel gemiddeld allemaal ouder, mm-hmm. maar we blijven niet gemiddeld veel langer gezond. Zeker niet degenen die zwaar fysieke arbeid moeten leveren. Ze worden wel allemaal ouder, maar ze verslijten nog even snel. En dus ook als je op je 18 begonnen bent met zwaar fysiek werk, je mag dan misschien 80 worden, maar op 60 ben je nog altijd wat bij diegenen die zware sleet beginnen te vertonen. Ja, en waar dan solidariteit en die dus zouden moeten recht hebben op dat moment kunnen stoppen. Ja. Open VLD, meneer De Croo, die ziet een heel systeem van pijlers als oplossing. We hadden het hier net ook over van dat wettelijke pensioen. Hè. Daar telt u zelfs een huis bij. Dat telt ook mee. Ja, want dat is de financiële situatie van heel veel mensen in ons land vandaag. Is een wettelijk pensioen, solidariteit waar we daar juist over spraken. Een aanvullend pensioen waar vandaag 75% van de Belgen toegang toe hebben. Wij willen dat naar 100% brengen. We vinden dat iedereen daar toegang zou moeten hebben. En we willen die bijdragen ook optrekken. Want vandaag zijn veel van die bijdragen eigenlijk te klein. En dat zou een deel moeten worden van de vergoeding die een werkgever betaalt. Mm-hmm. En dus we willen dat de werkgever een deel bijkomend bijdraagt voor dat pensioen. Dat geldt voor alle werkgevers? Want velen zijn daar op dit moment toch niet echt toegeroepen, hè? Ik denk dat dat de richting is. En je ziet alle landen die een evenwichtig pensioensysteem hebben. Een evenwicht tussen een wettelijk systeem en een aanvullend pensioen. Dus een pensioen. Kleine zelfstandige moet ook zorgen dat er een vorm van groepsverzekering wordt aangeboden in uw systeem. Absoluut. En vandaag bestaat dat al op een fiscaal vriendelijke manier om dat te doen. We hebben ook het pensioensparen, de derde pijler, waar toch vandaag 2,5 miljoen Belgen van gebruik maken. Mm-hmm. Naast het financiële aspect heeft het ook gezorgd voor een grote bewustwording van mensen. En natuurlijk, maar een huis, dat heeft niet per se iedereen in bezit, toch wel, altijd? Van de gepensioneerden vandaag in ons land zijn 80% eigenaar van een woning. En als je ervoor zorgt, en dat doen we in ons land met fiscale maatregelen niet slecht, dat iemand rond de leeftijd van 30 jaar, een koppel, een woning kan verwerven, dan betaalt men daar inderdaad die schuld af. Maar als men op de pensioenleeftijd die woning heeft, die afbetaald heeft, dan heeft men een stuk financiële stabiliteit die zeer, zeer belangrijk is. En die, denk ik, vandaag in ons land de sterkte is van het huidig pensioensysteem in ons land. Maar ook de zwakte natuurlijk, al was het maar als je kijkt naar de uit de hand lopende prijzen van woningen in dit land en hoe langer maar grote moeilijkheid van jongeren om nog een woning te verwerven. Dus ik vind bovendien een wettelijk pensioensysteem moet niet voor de 80% mensen die een huis hebben of de relatief kleine groep die een goed aanvullend pensioen kan opbouwen zorgen. Een goed pensioen, een wettelijk pensioensysteem moet voor 100% van de gepensioneerden, 100% van de werknemers een zekerheid bieden. U haalt het geld elders, hè? Wel, om te beginnen, nee, we halen hoe dan ook allemaal altijd een groot stuk, en collega De Croo heeft het terecht gezegd, je haalt de middelen voor de pensioenen van vandaag, die haal je uit de economie van vandaag. Dat is nu een keer zo. De vraag is, moet je ze allemaal blijven halen uit bijdragen, uit werk? Mm-hmm. En je kan die bijdragen uit werk verhogen door langer te werken, dan betaal je langer. Of je kan die verhogen door het bedrag op te trekken. Geen een van die twee scenario's is eigenlijk onbegrensd mogelijk. Van langer werken, daar is hoe dan ook een grens. Mm-hmm. Van loonkosten, dus daar zijn we het eigenlijk over eens, dat je die beter verlaagt. U kijkt naar subsidies voor bedrijven, naar vermogen. We kijken vermogen, naar subsidies voor bedrijven, we kijken naar solidariteit onder gepensioneerden. Degene met zeer hoge tweede pijlerbedragen, degene met zeer hoge pensioenen. Ik denk aan rechters die 5000 euro pensioen krijgen, ministers en parlementsleden. Daar moet je kan daar inderdaad wat aan doen, maar je moet vooral ook een manier zoeken
om de financiering op een andere manier aan te pakken dan vandaag. Je kan dit niet blijven financieren uit alleen maar lonen, tenzij je ofwel mensen tot hun 100ste wil laten werken, en nog eens, dat wil alleen Bart De Wever, of tenzij je de loonlasten te hoog betaalt. Dat heeft hij niet gezegd. Of tenzij je, als je zijn logica doortrekt, dan kom je daarbij, maar laat hem even toe. Maar je kan even minder loonlasten en de belastingen eindeloos op degenen die werken, eindeloos blijven optrekken, want we willen eigenlijk allemaal dat we loonlasten verlagen. Maar dan zou je dus moeten een aantal fiscale mechanismen die vandaag maken dat wij in België een belastingparadijs zijn volgens de Europese Commissie en de OESO, dan ga je die moeten aanpakken. Dus daar ga je, de bijdrage zal niet alleen moeten blijven komen van werkenden, dat is klaar en duidelijk. En dan is het perfect financierbaar, ons pensioensysteem. En een goed wettelijk pensioen voor iedereen. Zoals steeds, grote maatschappelijke uitdagingen aan de linkerkant is de oplossing altijd, ja, maar we gaan dan kapitaal meer belasten. Hè. Dat is altijd de oplossing. Maar natuurlijk... Maar dat zien fiscalisten zelf ook wel zo als de oplossing voor begroting en pensioen. Dat is wat mevrouw Vestager zegt, en dat is toch een liberaal, dat is uw spitsenkandidaat. Hè, als die zegt dat we Google en Apple en ze meer moeten laten Het woord bijdragen. Is aan meneer De Croo. Als u een monoloog wil houden, dan moet u naar een congres van de socialisten gaan, maar ik zou toch graag willen antwoorden. Zal het congres van de liberalen eens komen uitleggen, dat is misschien nuttiger. Ja, meneer De Croo, u zult niet ver geraken, denk ik. Maar dus... Kijk, uiteindelijk, u zegt van ja, we gaan dat dan bij kapitaal houden. Ja, die kost van vergrijzing, de stijgende kost van pensioenen, die is elk jaar 2 miljard. Bent u nu aan het zeggen dat u elk jaar opnieuw 2 miljard bijkomend kapitaal gaat belasten in een land die al het derde hoogste belasting op vermogen heeft? Allee, u weet zelf ook zeer goed dat dat compleet onhaalbaar is. Landen met een gezond pensioensysteem, laten we kijken naar Zweden bijvoorbeeld, zijn landen die erin slagen dat de gemiddelde leeftijd waarop men stopt met werken, die is 64. Hoe doet men dat? Men doet dat door veel creatiever om te springen met loopbanen. Men heeft mensen die een zware fysieke job hebben, bijvoorbeeld brandweermannen. Brandweermannen en vrouwen die doen een job tot de leeftijd van bijvoorbeeld 55 jaar. Maar daarna converteert men hem om bijvoorbeeld bij verzekeringsmaatschappijen te gaan werken en expert te worden op het gebied van brandveiligheid. Dat is die grote discussie. We moeten stoppen met allerlei drogoplossingen waar men zegt, we zullen het geld wel ergens anders gaan halen. Okay. Maar komen we dan allemaal samen een paar jaar langer werken, dat zal de oplossing zijn. Komen we dan op die manier, wat heel de tijd op tafel wordt gelegd en maar niet wil lukken, tot die loopbaan, tot dat pensioensysteem met punten, meneer Stobak? Het pensioensysteem met punten is eigenlijk gewoon een andere manier om jaren te berekenen. Hoor. Dus ja, op maar zich, blijkbaar ligt het wel heel ingewikkeld om dat rond te krijgen. Het ligt vrij ingewikkeld, het omdat het opnieuw in de ogen van veel mensen, tenminste zoals het vandaag uitgelegd is, en het is misschien niet goed uitgelegd, het is ook niet uitgevoerd door de regering. Het is blijkbaar fout begrepen, zeggen mensen die het verdedigen. Ja, maar dat is meestal zo omdat het verkeerd is uitgelegd. Hè. Dus laat ons daar nu eens mee beginnen. Ik ben niet maar het zeker zou of kunnen? Ik ben op zich geen voorstander van, zolang men de onduidelijkheid erover en de onzekerheid erover niet kan oplossen. Maar ik wil graag even inpikken op iets wat meneer De Croo net zei. U heeft natuurlijk gelijk, hè. Ik ben er ook voor dat mensen comfortabel en met plezier zouden kunnen willen blijven werken tot ze 64 of 65, of wat mij betreft tot ze 70 zijn, als het maar niet... Heb ik niet gezegd. Als het maar niet, ja, ik heb gezegd willen. Ik heb niet gezegd moeten. Maar dan moeten er twee dingen gebeuren. Hè. Ten eerste, ik vind dat je dan, als je langer dan die 42 jaar werkt, dan moet je ze aanmoedigen en dan gaat die pensioenbonus nooit mogen afgeschaft worden. Dat heeft deze regering ook gedaan. En eigenlijk is dat een echt domme beslissing geweest. Dat is het systeem met een beloning voor langer werken, en als je langer werkt, krijg je extra pensioen. Vandaag is dat ook. Maar u heeft het systeem van de pensioenbonus afgeschaft. Dat bestond, dat is weggedaan. Twee, ik ben het met u eens, het zou leuk zijn, maar zeg mij eens wat deze regering gedaan heeft om ervoor te zorgen dat inderdaad bedrijven veel gemakkelijker mensen van boven de 60 of zelfs maar boven de 50 aanwerven. Want iedere 55-plusser die ik vandaag tegenkom en die zijn job is kwijtgeraakt en die honderden sollicitatiebrieven stuurt, die zegt van ik word van het kastje naar de muur gestuurd. Ook een heel belangrijk element. U verkoopt een fictie die niet bestaat op de arbeidsmarkt. Hè? En ik zou willen dat ze bestond, maar ze is niet. Want we moeten stilaan afronden. Een van de maatregelen die je bijvoorbeeld genomen hebt, die Maggie De Blok genomen heeft, is wat men noemt de zachte landingsbaan. Zachte landingsbaan zorgt ervoor dat mensen die op de leeftijd van 55 jaar komen, die in ploeg werkten, die de mogelijkheid krijgen om niet meer in ploeg te werken. En dan komt daar eigenlijk een stuk toeslag bij die het bedrijf betaalt om dat werken mogelijk te maken. Of mensen die zeggen, ik wil vanaf nu 80% gaan werken. Okay. Allemaal maatregelen die ervoor zorgen dat bedrijven eigenlijk voor een stukje beloond worden als ze niet zeggen, een 55-jarige die moet stoppen, maar zegt, die 55-jarige die werkt niet meer op dezelfde manier als ervoor. Okay. Maar we hebben wel liever dat hij blijft werken. Dit zijn de maatregelen die we meer moeten nemen. Okay. En
Het is uiteindelijk een loopbaandebat en niet zozeer een pensioendebat. Eigenlijk zou de minister van Werk en Pensioen één en dezelfde persoon moeten zijn om samenhangend beleid te voeren. Ik leg jullie nog heel kort voor. Met jullie in de regering een grondige hervorming? Volgende legislatuur? Ja of nee? Ja, en in die zekerheid biedt. Meneer De Croo, deze keer wel? Op gebied van pensioenen moet je de stabiliteit houden. Op gebied van loopbanen moet je een grondige hervorming doen. Maar op gebied van pensioenen denk ik niet dat er nog veel gebeurt. Het gaat over de loopbaan, niet zozeer over pensioen. Oké, dat is ja of geen nee, duidelijk. Ja. ik wou zeggen Herman De Croo. Het is omdat we het over pensioen hebben. Alexander De Croo en Bruno Tabak. Dank jullie wel voor jullie komst.